Hallo, vanavond wil ik het hebben over het Eurovisie Songfestival van 2016 en ik wil daar graag mijn reflectie over geven. En de punten die aan bod komen zijn zoal. Ten eerste, wat is eigenlijk het Eurovisie Songfestival? Ja, ik heb dat zelf even opgezocht. Het Eurovisie Songfestival is een idee van de Fransman Marcel Besson. En hij zag het Italiaanse San Remo Festival in Italië begonnen in 1952. Als een voorbeeld om zoiets soortgelijks op te zetten voor Europa. En het bestaat sinds 1956 en het eerste Eurovisie Songfestival werd gehouden in Zwitserland. Wat was het doel van dit Eurovisie Songfestival? Door middel van muziek werden landen aan elkaar verbonden, met elkaar verbonden in het naoorlogse Europa om meer saamhorigheid te creëren. Wat is eigenlijk Eurovisie? Het Eurovisie, wat is dat? Het Eurovisie, dat is een netwerk van omroepen die zijn aangesloten bij de EBU. En de EBU, dat is het European Broadcasting Union Association, de Europese Omroeporganisatie. Eurovisie is het netwerk waarover beelden worden uitgewisseld voor nieuws, sport en culturele programma's. Dus de zenders die daarbij zijn aangesloten, kunnen dus programma's onderling uitwisselen. Dan komt bij mij de vraag naar boven: waarom doen er dan landen mee die eigenlijk helemaal niet tot Europa behoren, bij Europa horen? Zoals Australië, Georgië, Azerbeidzjan, Marokko, Rusland, Oekraïne en Israël. Nou, dat komt namelijk omdat ze lid zijn van de EBU en daar betalen ze heel veel geld voor. Ja, dan moet ik dus vervolgens constateren dat hiermee het Europese tintje verloren gaat. Ja, dus enkele landen mogen dus eigenlijk automatisch meedoen, omdat ze financieel heel veel geld bijdragen aan de EBU. En dat is het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Aanvankelijk was het ook zo dat de lange tijd verplicht was dat de deelnemers een lied in de eigen taal van hun land zongen. Maar sinds 1999 mag elk land zelf bepalen in welke taal ze een lied zingen. En dus doen ze dat meestal in het Engels. Daarnaast is het ook nog eens zo dat een deelnemer niet per se uit het land waar welke het vertegenwoordigt, dat het daar afkomstig van hoeft te zijn. Céline Dion uit Canada heeft ooit meegedaan voor Zwitserland en de Griekse Vikeliandros voor Luxemburg. Daarmee gaat eigenlijk ook al iets van ja, het tintje van landen waar zangers vandaan komen verloren. Toch is het nog steeds zo dat misschien wel de oorspronkelijke opzet in het naoorlogse Europa met het beginnen van het Eurovisie Songfestival, dat dat toch nog wel behouden blijft en dat er een bepaalde verbintenis ja, in stand wordt gehouden. Maar mijn idee is dat het allemaal een grote eenheidsworst is geworden. Waarom? Nou, zoals ik net zei, de meeste landen die zingen eigenlijk in het Engels. En hiermee gaat de culturele diversiteit, wordt daarmee aan banden gelegd. Daarnaast is het zo dat vroeger werden er ook nog accordeons en echte instrumenten gebruikt. Tegenwoordig zingt iedereen met een orkestband mee en er wordt niet echt live gespeeld. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat ik vind dat de muziek steeds meer op elkaar begint te lijken qua thema's, productie, timbre, met een heel erg hoog theatraal musical-achtig gehalte. De orkestband, de backing tracks, de muziekproductie, daarin komen dus nauwelijks echte instrumenten meer in voor en zeker geen akoestische. Alles is overgeproduceerd en uitgekiend en het moet zo groot mogelijk klinken, nog groter dan de overweldigende visuals. Dat is interessant trouwens, want loopt de technologische ontwikkeling in visuals en lichteffecten parallel aan de technologische ontwikkeling in de muziek? Niet overuit. Ja, de visuals zijn overdonderend en de muziek moet daarmee in evenwicht staan. Hoe wordt dat dan gedaan? Door overdonderende muziek neer te zetten. En daarvoor wordt een tol betaald. Ik vind dat het muzikale landschap totaal verloren gaat.
Onder muzikaal landschap verstaan we ik het dynamisch muzikale landschap. En dan kom ik bij mijn volgende punt uit. Mijn volgende punt is de loudness war. Ja, dus die loudness war. Wat houdt die loudness war nou in? Je hoort het vaak al op de radio tijdens de reclames. Dan klinken die reclames klinken allemaal wat harder dan de programma's die eigenlijk worden uitgezonden op de radio. Idem dito geldt dat voor de tv. Dus hoe wordt die overdonderende muziek nou neergezet? Daar wordt de compressietechniek voor gebruikt. Nou, wat houdt die compressietechniek nu in? Die compressietechniek die knijpt de klanken in een lied, knijpen die eigenlijk samen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat gaat als volgt in zijn werk. De zachte klanken die worden harder gemaakt en de harde klanken, de harde klanken, die worden wat zachter gemaakt. Je krijgt dan eigenlijk een vrij flats klankbeeld. Er zijn nauwelijks nuanceverschillen meer. Omdat immers de zachte klanken die klinken, die worden harder gemaakt. En de te harde klanken die worden zachter gemaakt. Dus het verschil tussen hard en zacht, tussen subtiliteiten, al die nuances, die gaan eigenlijk verloren. En wat is dan de reden ervan dat dat wordt toegepast? Nou, we willen allemaal zo hard mogelijk uit de speakers klinken. Want er is zo'n overaanbod en er zijn zoveel klanken overal in de wereld. Je wilt gehoord worden. En die compressietechniek die zorgt uiteindelijk dat je meer opvalt. Dat je harder door die speakers knalt. Zodat je meer luisteraars krijgt. Zodat je uiteindelijk platen gaat verkopen of meer concerten krijgt en meer geld verdient. Maar dat gaat eigenlijk ten koste van... Ja, van de kunst in de muziek, van de klanken in de muziek, van de nuances in de muziek, van het gevoel in de muziek, de dynamiek in de muziek, het verschil tussen hard en zacht, dat gaat eigenlijk allemaal verloren. En dat is nou precies wat ik heb gehoord bij het zien en beluisteren van het Eurovisie Songfestival, wat een vrij lange avond is, waar heel veel nummers de revue passeren. Ze lijken eigenlijk allemaal... Qua volume en qua timbres lijken ze eigenlijk allemaal op elkaar. De composities lijken trouwens ook allemaal een beetje op elkaar. Ja, er zit weinig verschil in. Dus dat is een teleurstelling. Wat zijn de conclusies die ik uit dit hele verhaal trek? 1. Het Eurovisie Songfestival is bedoeld om landen nader tot elkaar te brengen. Binnen Europa... Nou is het zo dat Oekraïne heeft gewonnen. En Oekraïne, die had ik ook gekozen. Dat vond ik het mooiste nummer. Daar zat de meeste passie in. Maar Oekraïne behoort niet tot Europa. En Rusland behoort ook niet tot Europa. En Rusland is op staart getrapt. En nu zijn de rapen tussen die twee landen zijn gaar. Dat is dus eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dat druist in tegen het hele idee van het hele Songfestival. Dan is het zo dat de meeste nummers zijn in het Engels gezongen. Terwijl ik juist liever zou zien... Dat ik een Frans nummer zou horen of gewoon een nummer in de moederstaal van elk land. Dan is het ook nog eens een keer zo dat de meeste instrumenten zijn geen echte instrumenten, maar zijn gesynthetiseerde, gesampelde instrumenten. Dat wordt dus eigenlijk ook een soort eenheidsworst. Er worden nauwelijks echte instrumenten gebruikt. Er wordt nauwelijks live muziek ten gehoor gebracht. Als ik dat allemaal optel en natuurlijk die hele loudness war, waarvan ik zei dat de zachtere klanken worden harder gemaakt en die hardere klanken worden zachter gemaakt. Als ik al die facetten bij elkaar optel, dan kan ik niet anders dan constateren dat ik het hele Songfestival, dat gaat eigenlijk gewoon helemaal nergens meer over. Maar ja, het zij zal. Dit was mijn betoog. Later!